Nee, veel eerder, want we zijn al heel ver. Oké, dus dit is Ja, wel. nee, ik hoop. Vooral Oké. als het in en dan hebben we nog een single project wat nog geheim is, maar dat gaat ook iets leuks opleveren. Dat heeft iets te maken met het wereldkampioenschap voetbal. Met een bepaalde bevriende trainer die daar op acteert. Maar goed, dat is nog geheim. Maar als we het in cd'tjes opdelen, zou je een van die twee al zo snel af kunnen maken dat die in mei al uit zou Oh, kunnen zo, komen. prima, prima. En dat project wat je zei met die trainer, daar wil je nog niet meer informatie over kwijt? Nee, dat kan ik niet doen zonder eerst ruggespraak te hebben. Dus Van hebben we niet. diegene. Zeg je? Van die trainer. Ja, dat ook al, ja. Als hij bekend maakt wat hij gaat doen. Oké. Grapje hoor. Dan weten we al wie het is. Oké. En wanneer zou dat uitkomen? Dat heeft te maken met WK voetbal, bedoel je? Ja. Ja, nou, dat zal in die tijd dan, wanneer dat speelt. Oké. Maar dat is een geintje tussendoor hoor. Ik bedoel, dat kost een dag om dat af te maken, wat ons betreft. En dan nog een dag met een, ja. En er komen dan, dat wordt dan waarschijnlijk een singeltje met vier versies. Dus een Engelse tekst en een Nederlandse. Ah, ik kan wel wat zeggen, het is Waltzing Matilda. Oké. En het is door jou gezongen of door hem gezongen? Nee, door mij. Door mij. En wat is zijn functie erin? Ja, nou ga je te ver. Wat Dat zijn? mag ik allemaal niet Dat mag zeggen. ik niet zeggen. Oké. Het is Zien we leidend dat? voorwerp, ja. Nou, Oké. en nou is het er genoeg geweest. Oké, doen we het niet. Even kijken. Nog één vraag. Ja, goed, je zei één carnaval. Theatertour. Ja, daar beginnen we mee. Dat staat dus meer in het teken van wat jij zei. Van die normaal nummers en je hoort de nieuwe nummers op een andere manier, zeg maar. Ja, Of kan ik het niet zeggen? maar omdat we nu het theater en de feesttent met dezelfde bezetting doen, voor het eerst sinds jaren weer. Want vroeger hadden we daar aparte bezettingen voor. En nu hebben we een gezelschap bij elkaar gezocht dat niet alleen de theaters doet, maar ook de feesttenten met dezelfde jongens. En het zal nu minder ver uit elkaar liggen. Dus ook in de feesttent gaan we toch echt wel een beetje experimenteren. En dus niet de recht op en neer vierkante rock die ze van ons gewend zijn. Ik wil daar toch een stapje verder gaan. We hebben nou een ongelooflijk goede band. Met afstand de beste bezetting die normaal ooit heeft gehad. En ik vind het ook leuk. Hoewel niemand erin geïnteresseerd is van die duizenden bezoekers, wil ik toch daar iets meer laten zien dat je ook echt een hele goede band bent. Dus we gaan dat zal een stapje verder gaan. Muzikaal zal het een stapje verder gaan, ook in de feesttent.